Goedendag. kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Er we trokken vandaag een paar buien over het land. Die hadden zich vooral gefocust op de westelijke provincies en in het noorden. In het binnenland was het slechts een enkel buisje, daar overheerste droge weer. Dan brak ook iets vaker de zon door dan in het westen. Dat zien we ook op de satellietbeelden terug We hebben aanvoer van veel bewolking vanaf de Noordzee. En in het oosten van het land zagen we de opklaringen zitten, terwijl in het westen de bewolking vaak overheerste. Als je naar de Britse eilanden kijkt, zitten nog veel meer. Meer bewolking, daar krijgen we morgen mee te maken. Daar ligt namelijk een koufront en dat gaat morgen in de loop van de dag voor regen zorgen. Maar vanavond houden we het nog bij het enkele verspreide buitje. Temperaturen halverwege de avond rond de 7 graden. Eigenlijk heel rustig weer. Dat geldt ook voor de nachtelijke uren. De meeste druppels dan in het westen en noorden van het land. In binnenland grotendeels droog. Wel vaak bewolkt, daardoor geen lage temperaturen. 4-5 graden, de kans op mist is minimaal. Morgen overdag in het binnenland dan grotendeels droog weer, wel bewolkt, soms een klein beetje zon. In het westen en noordwesten, daar valt er vooral af en toe regen en motregen. En dan in de loop van de middag komt dat front dichterbij, en dan gaat het op meer plaatsen regenen. En in de avonduren dan regent het overal enige tijd. Temperaturen morgen tussen de 9 en 11 graden en de windwaarde uit het zuidwesten. Aan zee kan die trouwens af en toe windkracht 5 zijn. En kijken we dan nog even wat verder vooruit, dan zien we dat het in het weekend allemaal wat vrolijker wordt. De zon gaat vaker schijnen, maar hou de paraplu wel bij de hand. Want lage drukgebieden liggen dichtbij en dat betekent dat er ook wolken en buien zijn. Dus op een enkele plek kan het best wel echt wisselvallig zijn. Maar er zullen ook plaatsen zijn die het op beide dagen zo goed als droog houden. Moet je een beetje geluk hebben. De temperatuur is zo tussen de 8 en de 10 graden. Na het weekend wordt het dan geleidelijk wat kouder. In de nacht na maandag komt de temperatuur al dicht bij het vriespunt. En maandagmiddag is het slechts 6 tot 8 graden. En die koudere lucht die trekt ook naar de Alpen. Mocht je weer zin hebben om sneeuw te zien, nou dan is dit weekend wel een aardig moment om daar naartoe te rijden. Want zaterdag begint het al te regenen en te sneeuwen. En die sneeuwvalgrens die gaat zondag dalen tot, uh, nou, tot lage niveaus, tussen de 1000 en 1500 meter. Dus je hoeft niet eens hoog te bergen in, dan kom je de sneeuw al tegen. Bij ons verlopen geen sneeuw, maar het wordt wel echt kouder. Temperatuur gaan duidelijk naar beneden. In de nachten, maar ook overdag. In de nachten krijgen we te maken met lichte vorst. En als we bijvoorbeeld naar de maxima van woensdag kijken, nou dan komen we amper boven de 5 graden uit. Eerste dagen nog buien. Aan het einde van de week is dat nog allemaal wat onzeker. Misschien dat we dan droog weer houden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.